De gevolgen zijn dat ik bijna doof ben. Door de dwarslesie kan ik niet meer staan, niet meer lopen, ik kan niet meer plassen. Ik kan niet meer naar school, ik kan niet meer 's avonds met mijn vrienden dingen doen. Ik kan niet meer voetballen, ik heb mijn hele leven lang gevoetbald. Ik kan niet meer op de PlayStation dingen doen met mijn vrienden. Ik kan niet meer 's avonds of overdag weg met mijn vrienden. En zo zijn er in het dagelijks leven heel erg veel dingen waar je tegenaan loopt. Amsterdamse jongeren tussen de 14 en 18 jaar hebben een uitnodiging ontvangen om zich te laten prikken tegen de meningokokkenbacterie. De bacterie kan je heel ziek maken. Ook de 16-jarige Terry werd vorig jaar plotseling ziek. Ik ben met school op een reis naar Oxford gegaan in Engeland. En daar ben ik geïnfecteerd met de meningokokkenbacterie. Door die bacterie heb ik een hersenvliesontsteking en een dwarslesie opgelopen. Toen ik terugkwam uit Oxford, kreeg ik gewoon griep, zeg maar, koorts. Er waren geen verschijnselen die te maken hadden met meningokokken of een hersenvliesontsteking of iets. Dus ik was gewoon erg ziek. En toen op een donderdag, vrijdag, werd het steeds erger en erger. En toen viel op een gegeven moment mijn gehoor viel ook weg. En dat was dus van de hersenvliesontsteking. Toen mijn gehoor wegviel, toen ging eigenlijk alle bellen rinkelen. Meteen de dokter worden gebeld, toen is er een ambulance gestuurd. Toen ben ik naar het AMC ziekenhuis in Amsterdam gegaan. En die heeft mij weer gestabiliseerd, zeg maar. Donderdag 18 april worden jongeren in de RAI ingeënt tegen meningokokken A, C, W en Y. De RAI is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Ook met de fiets kan je er goed komen. Jij hebt een oproep gehad. Wat ga je doen? Ik ga, wanneer het tijd is, wanneer ik mijn afspraak heb, ga ik daar naartoe, ga ik een prik nemen. En waarom? Omdat ik er best wel in geloof dat ik geen ziekte wil hebben. En voor mijn eigen veiligheid, zeg maar. En zodat ik ook voor de veiligheid van andere jongeren. Mijn eerste reactie was eigenlijk nee. En waarom niet? Omdat ik van mening ben dat er te weinig geïnformeerd is over de ziekte. En als mensen dus meer geïnformeerd worden over de risico's van de ziekte en de risico's als je de prik niet haalt, dat er dan meer mensen de prik wel nemen. Ik vind het heel belangrijk, want je loopt risico om een ziekte te krijgen. En je moet gewoon het beste doen om het tegen te houden en om het te voorkomen. Het advies dat ik aan andere jongeren geef is, laat je vaccineren tegen meningokokken. Want één zo'n prikje van een paar seconden kan je helpen van zoveel dingen. Als je gewoon nog naar school wil kunnen lopen, kunnen plassen, met je vrienden dingen wil doen, je sport kunnen blijven doen die je leuk vindt. Waarom zou je niet één zo'n klein prikje nemen?